occupydordrecht.org. Ja? Ja, het is eigenlijk een initiatief dat ook op Eidoord is ontstaan. Ja. Met hulp van Eidoord. In navolging van alle Nederlandse occupies en natuurlijk alle occupies wereldwijd. Alles wat hier van de elektriciteit is voorzien, komt uit het stadskantoor. Dus jullie hebben gewoon elektriciteit van de gemeente? Ja, klopt. Daar zijn we heel blij mee, moet ik zeggen. Ja. En door de week mogen we toilet gebruiken van het stadskantoor. Dus jullie hebben elektriciteit van de gemeente, jullie hebben toilet van de gemeente. Hebben jullie ook douchen? Nee, dat was wel de voorwaarde, dat niemand zich daar ging... Je mocht je niet wassen, dat was een voorwaarde. Nee, of scheren of zo, dat zat er ook niet in. Maar ja, een koffieautomaat mogen we gebruiken. Ja, we hebben heel veel eten gekregen al en EHBO-kisten zijn we hebben. Dus, je hebt zelfs een EHBO-kist. Daar zijn we wel redelijk voor weg. We hebben ook extra tenten, dus als er nog iemand wil komen, dan... Nou, hebben ze in Amsterdam hebben ze nog wel problemen met zwervers, geloof ik, hè, die zich aansluiten. Klopt. Nou, hebben wij nog niet gehad. Jullie hebben wel, jullie hebben wel extra tenten, zeg je? Ja. Maar daar mag ook iedereen in slapen die zegt van, goh, ik wil vannacht hier slapen. We moeten nog een heleboel dingen bespreken. Beslissingen worden genomen door middel van consensus. Ja. En dat is iets waar we gewoon nog beslissingen over moeten maken. Eigenlijk is iedereen woordvoerder. We hebben wel een soort van PR-team opgesteld of zo, die dan wat vaker verschijnt misschien. Maar het is niet dat ik spreek voor iedereen hier of zo. Nou, ik heb wel een mooi beeld, denk ik. Ja, ik weet niet of het donker is. Erg donker, hoor. Voedselvoorraadtent. Dit is de voedselvoorraadtent. Ja, ik zie helemaal niks hier op de... Nee, ja, dat is verband. Nou ja, het is echt ongelooflijk wat we inmiddels allemaal gedoneerd hebben gekregen en zo. Ja, jullie krijgen alles gedoneerd, hè? Ja, we hebben van de markt hebben, nou, ik geloof 25 kisten met groenten. En die krijgen van de markt? Dat, ja. En waarom geven ze dat? Ik denk dat ze ons toch op de een of andere manier steunen. Daar staan er allemaal spullen buiten. Ik zie zelfs boeken daar staan. Ja, een stereo-installatie zit erachter staan. Ja. Blijven jullie nou vannacht wakker? Gaan jullie het allemaal vanavond verhuizen in tenten? Nee. Er blijven wel mensen wakker. We hebben een ordeteam. Die ook gewoon een beetje de rust moeten kunnen bewaren. Mocht het is toch zaterdagavond. Dus er komen mensen uit de kroeg, dronken vaak. Dus je weet niet wat er gebeurt. Dan heb ik hem. Zat hij er toch op te filmen? Ik zal snel deze kant op gaan. Er was net iemand die niet gefilmd wilde worden. Maar jullie hebben er allemaal geen bezwaar tegen, toch? Hier. Nee, graag zelfs. Maar iemand die. Want ik had net even een probleempje met iemand die zei: ik wil niet gefilmd worden. Ja. Maar die hoort niet bij jullie of zo? Iedereen hoort bij jullie? Die hoort niet bij ons. Iedereen is welkom. Iedereen is welkom, ja. Iedereen staat er wel met zijn eigen mening en zijn eigen opinie, zeg maar. Ik kan ook niet namens heel de groep praten, maar ja, wat ik zelf... Dan hebben we even een laatste vraag, want jij zegt, ik kan niet namens de groep praten, ik praat gewoon namens mezelf. Maar hoe praten jullie dan? Hebben jullie discussieavonden of zo? Ja, we hebben over... Het klinkt wel heel erg 60's. Waarom ga je niet Maagdhuis bezetten? Dat is bijna wat ik denk. Het is heel lastig om met iets naar buiten te komen als een standpunt van Occupy. Want het is zo breed en iedereen die staat hier voor iets persoonlijks, zeg maar, of vat het net weer iets anders op. En daar hebben we open vergaderingen voor. En daar proberen we wel steeds concretere punten naar boven te halen, zeg maar, die we dan uiteindelijk wel kunnen gaan communiceren. Ja. En we proberen ook contact te houden met Amsterdam en Den Haag en alle andere steden in Nederland. Wat daar gebeurt, zeg maar.